Hermanos y hermanas van Team Janiku. We zijn er weer. Keizerhierhuis is weer in de building, want je hebt Elite 1 gehaald. Ja. Pik. Ja. Pik, wat wil je van mij? Ik kan ook niet meer hoger, hè, op een gegeven moment. Eerst was het zo dat, we zaten volgens mij eerst alle twee op goud 1, toch? Aan het begin van het seizoen. Ja, klopt. En op een gegeven moment haalde ik als eerst Elite 3. Ja. Toen kwam jij meteen het volgende weekend. Ja. Hé hey man, Janiek. Ja man, zo hard was het niet, man. Ik heb het ook gehad. Ja. Toen, ik weet nog precies, haalde jij 2 keer. Ja. Kwam ik met Elite 2. Ja, toen stuurde ik weer naar jou, hey bro, Elite 2. Ik ben toch net iets beter, weet je wel. Maar nu, had jij toen Elite 2 tussen gehaald? Of heb jij dat nooit gehaald? Nee, ik heb Elite 2 niet gehaald. 2 keer Elite 3, toen een paar drukke weekenden. Precies. Goud 1 en één keer goud 2 vanwege interlandverplichtingen. Ja. Ja, en afgelopen weekend, ik had het ook niet verwacht eigenlijk. Want ja, ik ging 8-0 op vrijdag. Mm-hmm. Ja. Maar ik had een druk weekend. Ik ging zaterdag toen 11-0. Mm-hmm. Toen dacht ik, nou weet je, we gaan lekker. Toen ging ik daarna 11-2. Ik verloor de 2 op rij. Toen dacht ik, ja shit man, ik geef het hier weg, weet je wel. Dit wordt gewoon een goud 1 of een elite 3. Ja. So be it, dacht ik. Mm-hmm. En toen moest ik op zondag 17 potten spelen. Mm-hmm. Ik heb er 's ochtends 1 gespeeld. Die won ik. Ging 12-2. Toen om 5 uur 's middags begon ik met mijn laatste 16 potten. Mm-hmm. En daar heb ik er 15 van gewonnen en eentje verloren. Grap. Ja, het ging echt. Ik speelde lekker. Ik weet niet, man. Mijn team voelde goed. Ja, weet je wat nice is om te zien, vind ik, is dat jij gewoon, je bent profvoetballer. Ja. En je neemt het zo serieus en je bent zo in de scene. En je volgt alles op YouTube. Je kijkt de FUT Champions Cup, waar Dani tweede is geworden op zijn console. Heb je dat ook gekeken? Ja, zeker. Ik heb Dani gevolgd. Durende het toernooi, ik heb niet alle wedstrijden kunnen zien, maar toevallig was ik... Volgens mij speelde hij namelijk op vrijdag tegen Megabit, als dat kan. Ja, vrijdag of zaterdag was dat. Ik weet niet, één van die 2 dagen. En die wedstrijd was ik live op YouTube aan het checken. En hij speelde uitstekend. Heel veel balbezit tegen Megabit. Ja, en dat soort dingen leer ik ook een beetje van, weet je wel. Tof om te zien, hè? Ja, weet je, gewoon op balbezit spelen, lok ze maar. En vandaar kans creëren. En hij had... heel weinig schoten, maar hij won die wedstrijd wel gewoon. Mm-hmm. Ik vind dat soort dingen gewoon leuk om te zien. En ik kijk ook af en toe een beetje op YouTube. Wat zijn nou de veel gebruikte skill moves en zo, weet je wel. Dan ga ik die een beetje oefenen. Mm-hmm. Ja, zo probeer je je eigen game ook een beetje up te graden. Gruwelijk man. En nu dus, doordat jij dus Elite 1 hebt gehaald, is zo dat je Fit Verified bent. Ja, jij zegt het, ja. Nee, maar dat is zo. Als het goed is, ga jij nu een mail krijgen binnen nu en een week of binnen nu en 2 weken, dat weet ik niet precies. Dat jij vanaf nu toegang hebt tot die kwalificatietoernooien. Ja. Om je uiteindelijk te plaatsen voor een Roemenië, een Londen. Zou je daar ook, ben je daar bereid dan ook om daarin te investeren? Nou, kijk, weet je wat het is? Ik ga dat nooit. Daar zal ik nooit heen kunnen gaan vanwege mijn tijdsgebrek. Mm-hmm. Weet je, voetbal staat natuurlijk altijd op 1. Dus zover gaat het niet komen. Mm-hmm. Maar het zou op zich best wel grappig zijn om een keer zo'n kwalificatietoernooi te spelen. Om te kijken. Ja, hoe we het doen tegen de echte pro's. Dan kom je tegen al die jongens van de Eredivisie, hè? Ja, nou ja, misschien kan ik het zo ook wel een beetje lastig maken. Dus, we gaan het zien, jongen. Laten we in ieder geval gaan kijken naar het team van de week. Want vandaag zijn we hier om jouw rewards te openen. Dat is Elite 1. Ja. En mijn rewards, goud 1. Goed, Kaisi Rosso. Het team van de week. Aubameyang in de spits valt me meteen op natuurlijk. Dat is de speler waar we voor gaan, waar jij voor gaat. Want jouw rewards zijn beter. Ik zelf zou echt al heel blij zijn met een Piqué of met een Carvajal. Vind ik gewoon echt een hele toffe kaart. Als ik die in het rood zou kunnen krijgen, echt wel dik. Ja. Echt wel dik. Maar jij gaat natuurlijk voor Aubameyang of Chiellini, denk ik. Aubameyang, Chiellini, Werner. Oké, dus we gaan nu kijken. Elite 1, FUT Champions Weekend League. Het ziet er lekker uit zo, hè? Het ziet er heel goed uit. Het is de eerste keer op jouw kanaal dat je dit mag zien. Het ziet er heel goed uit. En wat krijgen we hiervoor? Even kijken. 3 spelers, dus 3 player picks. 2 premium team van de week pakketten. 200k packs, 125k cash. En natuurlijk je FUT Champions qualify punten. Hermanos y hermanas, gooi een duimpje omhoog voor deze video. Gooi een duimpje omhoog voor Elite 1. Eerste keer ooit dat ik het gehaald heb. Dus en als je nog niet geabonneerd hebt, doe dat ook meteen. Ook want deze video die gaat live worden. Ik hoop dat gaan wel. We je nu laten zien. Als Aubameyang hierin zit, is het sowieso al. Gaan we gewoon klikken? Ja, doe het maar bro. Ze zijn van jou man, je hebt het zelf verdiend. 27 wins, wat krijg alsjeblieft. Wat krijg je voor 27 wins? Bakayoko. Oké, een slow start, maar Bakayoko is prima, is, nice is oké, toch? Vorig jaar was hij echt heel precies, veel gebruikt. Precies. Want hij was toen altijd de goedkope kant 1 natuurlijk. Ja. Let's go. Sir Osso. Dit is nog Hernandez. Niks. Hernandez. Chicharito, ja. Castro zou er blij mee zijn. Maar, maar hij heeft een flashback toch al, dus alsjeblieft EA, ik smeek het je. Geef me een goeie, alsjeblieft. Als beloning. Oké, let's go. Alsjeblieft. Vaarman alleen. Ja, ik kan er toch niet tevreden mee zijn. Met de playerpicks niet. Dan moet het gebeuren met in de premium team niet. Van de weekpakketten. De playerpicks zijn niet nice. Ik hoop zelf dat ik betere playerpicks zeg dan dat snap ik. Ik heb gewoon 85 als hoogste keuze, hè.
uit 15 spelers. Is ziek. Als het een beetje mee zit en EA wil het gaan doen, dan krijg ik ook nog een pro player card. Tuurlijk. Want? Die heb je aangevraagd? Die heb ik aangevraagd via Ajax, ja. Nee, ik speel natuurlijk veel fut, ben fanatiek fut-speler. Mm-hmm. En dan kun je een pro-player card krijgen. Nou ja, die komt dan in het spitsie. Mm-hmm. En als die dan een perfect link heeft met El Maestro Johan Cruijff, dan wordt het natuurlijk genieten. Even voor de kijker, hè? Want kijk, ik weet natuurlijk wat een pro-player card is. Ja. Heel veel mensen weten dat. Maar ik denk dat er misschien een paar mensen zijn die dat niet weten. Kun je dat misschien even kort uitleggen wat dat betekent? Ja, pro-player card is voor professionele voetballers die FIFA spelen. Die fanatiek FIFA spelen. Mm-hmm. Die kunnen dat aanvragen bij EA. Dat is een onverhandelbare kaart van jezelf. 99 rated. Vaak lichtblauw toch? Lichtblauw, groen, turquoise, ja, zoiets. En als je daar dus tegenkomt in de Weekend League, dan betekent dat ook dat je tegen een professionele voetballer aan het spelen bent. Omdat er altijd maar één van is. Er bestaat er maar één van. En ik ken bijvoorbeeld Aubameyang heeft hem, weet ik. Umtiti heeft hem volgens mij. En er zijn ook nog wat minder bekende spelers, waaronder ikzelf dan, die hem hebben. En ik hopelijk ook binnenkort. En dan kan ik die gaan gebruiken. Dat zou heel ziek zijn. Ja. Bereid je voor, maar als je die tegenkomt in de Weekend League, ja, dan is hier huis 99. Dan weet je dat je in ieder geval tegen mij aan het spelen bent. Ja! Oh, come on. Walkout. Alsjeblieft. Ik dacht dat ze een witte flair. Nee. Brazil. Casemiro dan. Oh nee. Fernandinho. God. Dat is wel een matige walkout. Dat is een van de minste walkouts. Ik dacht dan linksbuiten. Ik denk daar gaan we. Ik zweer het je. Nee, helaas niet. Oké, wel cash dus. Hoppakee. Oké. Dan moet het nu gaan gebeuren. Ja. Een walkout. Sowieso een walkout. Daar begint het. En dan natuurlijk die vlag van Aubameyang. Of Spaans. Spaans zou ook dik zijn. Want Spaans weet je dus Carva of Piqué. Ja. Dus eigenlijk Spaans. En Duits is alleen Werner, hè? Italiaans Chiellini. Ik denk voor op de wissels nog een Duitser. Oeh, Duits Gnabry is ook 84 rated. Ja. Oeh, dat zou leuk zijn. Laten we gewoon beginnen met die walkout. En gaan we dan verder kijken, man. Oké, let's go. Het zijn er twee, dat moet toch wel kunnen. 100, vind ik ook. Kom op, alsjeblieft, EA. Alsjeblieft. Het zijn oprecht 6 spelers uit team van de week. Meteen een walkout. Ja! Oh, jeetje. Nou heb ik spanning. Dit kom wordt op, hem. Alsjeblieft. Dit wordt hem. Alsjeblieft. Die Aubameyang. Aubameyang. Spaans? Piqué. Oeh, en daar kan Aubameyang nog achter zitten. Nee, dat kan niet. Jawel, 88 toch? Ja, maar... Het kan. Het is mogelijk. Okay, dat soort dingen. En denk je Piqué? Werner kan erachter zitten. Maar één ding, hè, deze kun je verkopen. Hè. Dus dit is geld. Ja, maar hoeveel gaat die, denk je? 100k misschien. Niet meer, denk ik. Maar toch. Dat zijn in ieder geval gekke dingen. Ja, fantastisch. Als hier Aubameyang achter zit. Draai om. Nee, draai om. Draai om. Jij gaat nu omdraaien. Ik ga kijken. Draai om. Ik wil hem omdraaien. Draai hem om. Klaar. Als hier Aubameyang achter zit, dan breken we het internet, hè. Ik zweer het je. En Werner? Ik heb al geklikt. Nee, we zitten niet achter. Nee. Ik wist even niet hoe ik moest reageren. Ik wist niet hoe ik moest reageren. Ik zag dit en ik denk, hey, shit. Woe! Oké, Piqué is daar. Ik denk dat maar kijk nu, koop nu prijs max 100, dus die gaat misschien 75. Ja, maar kunnen we hiervan verwachten dat het een walkout wordt? Moet wel, toch? Ik bedoel, zo goed was het toch allemaal nog niet? Je hebt Elite 1, hè? Ja, dat is waar, maar ja. Dit wordt 100% een walkout. Anders moet ik met mijn goud 1 en ben ik gewoon beter. Ja, maar ik denk dat te enthousiast is, man. Ik denk dat EA gewoon... Die Elite 1, het valt allemaal een beetje tegen. Zou je tevreden zijn zonder walkout? Nee. Nou dan, klaar. Dan moet je nu openen en moet je nu een walkout eruit trekken. Jij gaat nu een walkout eruit trekken. 100%. Ja. Oh! Dit zei ik, man. Nee. Ja. Dat is waarschijnlijk iemand die je net ook had. Die Argentijn of zo. Chicharito. Wil je wel verkopen? Ja, maar van wat gaat die? Die gaat voor 15k, man. Die heeft toch dramatische statistieken, joh. 40, 50k. Kom op, man. Maar hoeveel heb je dan in totaal gemaakt? En deze is gewoon dubbel nog ook. Dit is onbegrijpelijk. Dit is wel hard. Tegen deze man heb ik nog gespeeld. Echt? Ja. Echt? Ja. Hij speelde bij Chelsea in de jeugdopleiding. Keihard. Chelsea onder 19, Ajax onder 19. Voor de Youth League speelde ik tegen hem. Hij is een aardige speler. Aardig spits. Gruwelijk. Maar als je nu eens kijkt naar het totaal, want je had 150k cash. Ja. Piqué was 80k, dus dat maakt 200. Waarschijnlijk 300k gemaakt of zo. Uit Elite 1 rewards. 300k. Ja. We gaan eerst de play doen. Duidelijk. Jij gaat ze doen. Ik weet toch dat ik beter krijg dan jou. Ik weet dat ik beter krijg dan jou. Ik zweer het je. Ik word er bang van. Let maar op. Ik krijg beter dan jou. Werner! Werner! Oh. Kai is naar huis. Kai is naar huis. Hij is weg. Kai! Nee, dit is niet waar.
Ik zeg het je toch. Goud 1, bro. Werner. Maar komt omdat... Ik zweer het je. Jij hebt gewoon... Dit hele concept speelt in jouw hoofd. Jij hebt EA gebeld. Jij hebt gezegd... EA, dit is wat ik ga doen voor die video. Ik heb views nodig. We moeten groeien. Bro, voordat je hem gaat wegklikken uit de maat... Ik druk Werner aan. 96 snelheid. Skuske. Aubameyang, Piqué en Carva. Nee, gelukkig. Het kan ook niet... Maar onbegrijp, ja. Kijk, ik gun het je van harte, want het is een fantastische super sub. Ik ga hem niet gebruiken. Nou ja, waarom niet? Je zegt je hebt Griezmann getest. Test Werner ook een keer. Klopt. Geef hem een kans. Zeldzaam megapakket. Dit zou iets leuks kunnen zijn. Dit wordt een walkout. Dit wordt niks. Dit wordt een walkout. Dan heb je die 200k pakketten. Dit wordt een walkout. Dan wordt ook niks. Dat wordt een walkout. EA logo. Nee, nee. Ja! Ja! Keis Sierhuis! Ah, nee, geen item. Oh, ik dacht echt Modric. Nee, El Perisic. Ja, je kan er gewoon niet ontevreden mee zijn. Ik heb hem ook gewoon doorgeklikt, hè. Ja, dat mag. Ja, ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Oh, hoeveel is hij zwaar? 10k? Niet nee, meer, nee, meer. Oh! Ja, is nog wel. Wat is dit? Kleine 20k? 18 misschien? Laat ik het zo zeggen. Als ik beter rewards aan jou wil hebben... Als ik beter rewards aan jou wil hebben, komt het nu. Laat ik het zo zeggen. Jij hebt beter rewards dan ik. Want nu Timo al. Werner is 400k waard. Die heb je gewoon in je playfix. Dus je kan al niet meer klagen. Je hebt goud 1 en op papier, op papier. Maar op papier? Voor mij voelt het pas lijp als ik hier ook wat lijps uithaal. En dat gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Ja, dus hermanos echt... hermanos van Team Yannicko. Als je nog aan het kijken bent. Jij hebt nog niet je duimpje omhoog gedaan. Doe dat sowieso. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat ook. Doe dat belletje ook aan. En... Ding dong. Precies. En niks man. Nee, we gaan hem openen man. 100k. Ik leg hem neer. Als het weer een walkout is, heb je zoveel geluk. Nou, had ik niet moeten zeggen. Ik heb je misgegeven. Je hebt me echt misgegeven. Boze ogen. Ja, boze ogen. Kijk nu. Frans. DM. Joris. Nee, is die Rufier. Hoe kan het nou Loris zijn? Ik zeg het altijd. Jij bent gek, hè? Jij kan daar niet tegen. Ik zei het vorige keer ook al. Buffon? Mandy. Hij is geklikt. Geef me een walkout. Nee! Oh. Nee! Ja. Nee! Geen walkout. Ja, dit had ik niet verwacht. Een Deense Kasper Schmeichel. Ja, je had ook... Met Werner kan je toch niet ontevreden zijn? Je kan Ik ben ook wel blij, maar bro, 200k packs, ik bedoel... Je weet toch, Valencia. Ja, man. Ja, je hebt het bewezen. Goud 1 kan beter zijn dan Elite 1. Mm-hmm. Is natuurlijk niet altijd zo, ik bedoel... Precies. Kijk, maar in dit geval heb ik die Werner gepakt die alles compenseert. Precies. Maar ja, in het algemeen zou Elite 1 beter moeten zijn dan Goud 1. Maar goed, je hebt het gerealiseerd. Ik denk dat ik nog een keer Elite 1 moet halen om te bewijzen dat Elite 1 ook top kan zijn. Mm-hmm. Maar wat als ik dan met top 100 kom? Dan kom ik met top 50. Goed. Om af te sluiten, ik heb wel een vraag, man. Heb je wel een vraag voor de kijkers? Ik heb een vraag. Oké, ben benieuwd. Ik ben namelijk benieuwd wat de kijkers ervan zouden vinden als ik op Twitch of op YouTube ga streamen of een eigen kanaal ga maken. Mm-hmm. En daarin mijn eigen FIFA content ga maken. Misschien een soort... Road to Glory of iets, weet je wel. Of misschien op Twitch alleen streamen, pack openings, Weekend League live streamen. Ik ben wel benieuwd wat ze daarvan zouden vinden, of ze het zouden kijken. Dus comment even in de reacties of jullie dat willen kijken. Kijk eens op YouTube, influencer. Zou zomaar kunnen. Oké, dus dames en heren, jullie horen het. Als jij wil dat Kai Sierhuis een YouTube kanaal begint of een Twitch kanaal of in ieder geval iets gaat doen rondom FIFA en content, laat het hieronder weten. Hij gaat het zeker lezen. Wij willen jullie bedanken voor het kijken. Heel tof dat jij er ook weer was. Check ook nog even zijn Instagram. Dat is wel de laatste keer, man. Ja, het was de laatste keer dat hij er was, dus geniet ervan. Laatste keer, kijk hem nog een keer daarom. En gooi je duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk het belletje in en dan heeft Kai nog een paar laatste Spaanse woorden. Hermanos y hermanas van Team Yannicko. Hasta la próxima. Zonder oefenen, gewoon in één keer. Of toch niet, want dit is de laatste keer. Want die rewards waren verschrikkelijk. Dus, dan zeg hasta nunca. Hasta nunca. Klaar.